Willem. Hey. Welkom bij de video. Vandaag zijn we iets heel spannends en speciaals aan het doen. We staan hier met een bepaald aantal mensen, namelijk Piet, Willem, Emilio en volgens mij is... Ja, dat is de surgeon, die is net aangekomen. En maar voordat de video begint, hey, welkom, leuk, dit moet je even doen. Hier, deze, grote rode knop. Niet te missen. Gaan we die omhoog spreken. Doen we allemaal. Veel plezier met kijken. 4000 likes. Niet doen. Willem! Gaat om Jack Bone vandaag, ja? Jack Bone. Jack Bone, jij bent heel vroeg vertrokken. Nadat jij bent vertrokken, Marcus, is 3-2-3 helemaal doorgedraaid. Vorige keer was dat, een paar dagen geleden. De oude Peter Smith is er naar boven gekomen, blijkbaar. Oké. En die heeft blijkbaar verteld dat ene Jack Bone zijn boekje heeft gestolen van hem. En wat voor boekje? Daar zouden dus formules of iets... Het is in ieder geval met betrekking tot Titan. 3-2-3 heeft gezegd dat Jack Bone de enige was met de genetische samenstelling van Titan. Ja. En hij heeft een boekje met die samenstelling in zijn macht. Dus, en blijkbaar is Titan aan het uitwerken op hem. Hoe dat mogelijk is, dat weet ik. Maar is hij nu nog steeds normaal dan? Of is hij weer inmiddels teruggesnapt naar 3-2-3? Ik heb hem niet meer gezien. En nou even tussendoor, Nick. Mm-hmm. Heb jij al meer... Normaal gezien moet het over een paar uurtjes klaar zijn. Jouw bloedsamples, zeg maar. Ja. Weten wij waar Jack Bone is? Ik heb naar Twitter gekeken, ja. Maar hij zei dat hij een boek aan het schrijven was in de kerk. Jack Bone is een boek aan het schrijven in de kerk. Ja, maar we weten dat deze persoon vuurwapengevaarlijk is, ja? Oh. Moet ik mijn Volkswagen meenemen? Even? Nee. Nee? Weet je het zeker? Onnodig. Waarom zouden wij hem bedreigen als hij ons niks gaat doen? Let's go. Wat een mooi ding, joh. Ja, deze is mooi, hè? Zo, daar heb je best op gedaan. Oké. Enige hoofdgeet. Top. Dit is de kerk, hè? Ja, en het, jongens, hier moeten we wel even respect hebben voor de mensen die voor Jack Bone. Ik denk dat hij gelovig is. Dat hij hier zit. Jack Bone is Italiaans, toch? Absoluut. Oké. Maar hij spreekt vloeiend. Ja? Misschien hem eerst fouilleren of zo. Nee. We zijn in het huis van God. Weet u dat we komen? Nee. Nee, weet ik niet. Oké, misschien dat verstandig is als... bijvoorbeeld, ik ga even naar binnen. Ik ga doen alsof ik ga zitten, ga bidden of zo. Even kijken wat de situatie is. Gewoon een beetje om hem heen. Ja, en dan langzaam komen we met z'n allen binnen. En dan gaan we gewoon naar hem toe. Maar dan ga ik even zitten en zo. Ja. Lijkt me wel goeie, weet je? Dan moet je even hoesten. Yes. Ik doe wel gewoon een... Dat is hem, oké? Oké, jongens, ik ga eerst naar binnen. In de grote kerk. Hier ergens moet een Jack Bone zijn boek schrijven. Hij zit vooraan. Daar zit hij. Oké, jongens, ik doe even alsof ik bid. Maar het teken was 2 keer hoesten als het veilig is. Nou, hij zit gewoon vooraan. Dus ik denk dat de gang nu kan komen. Ja, kijk. Daar komen ze. Ik denk dat ze met z'n drieën zelfs. Ik denk dat die dan langzaam naar Jack Bone gaan. Dan ga ik ook... Op schoolhof, dan was ze weer eens geschrokken. En zei, geen twijfel over hem mogelijk. Het is Jack Bone, jongens. Zit in de kijk, jongens, we gaan Jack Bone zo ondervragen. Ik weet niet precies wat het plan is. Wie gaat dat contact aan? Ga maar, Willem, doe jij maar. Beste Bone, hoe maakt u het? Wat voor een boek bent u aan het schrijven? Ik ben een boek over mijn leven aan het schrijven, genaamd de lieve Jack. Goed, dan heb ik wat vragen. Bent u bekend met 3-2-3? Zeer zeker. Kunt u daar wat over toelichten? Hij heeft de hersenschade opgelopen en hij kan niet meer fatsoenlijk aan nadenken. Iets meer in de details, beste bot. 3-2-3 is een wetenschapper. Dat is een hartstikke slimme man, maar door hersenschade hij weet er niks meer. Hoe is die hersenschade gekomen? Door de Titan. Leg hem eens even uit over Titan. Hoezo zal ik u iets uitleggen over Titan? Cruciale informatie, beste bot. Ja, maar waarom zal ik u wat uitleggen over Titan? En kijk eens misschien achter je. Goedendag, de sergeant. Gezellig dat jij er ook bij bent. Dag Jack. Laten we het er kort op houden, beste. We hebben de informatie nodig voor goede doeleinden. 3-2-3 kan gered worden. Jullie denken heel eerlijk gezegd dat dat een slim en goed idee is. Dat de 3-2-3 weer een normale wordt. Ik heb hem 3-2-3 een tijd geleden gesproken. Ik heb hem ervoor gezorgd dat die man niet te snel weer als ze al het terug zal keren. Hij is een grote probleem en een grote gevaar voor een Corvain. Omdat het een wetenschap is. Goed. Okay. Maar laten we hem iets heel duidelijk zeggen. We willen deze informatie om een bepaald persoon te stoppen. De Riddler. De Riddler. Zijn tweede personaliteit. Dat moet u al te goed weten, nietwaar? Edward Enigma. Absoluut. Of nog korter en beter gezegd. Dr. J. Leopard. De gestoorde wetenschapper waar 3-2-3 mee samen heeft gewerkt. Dat is Edward Enigma. Volgens mijn onderzoeken is dat zijn officiële naam. Maar u heeft informatie over, nietwaar? Toevallig wel. Waarom wilt u die informatie niet delen met Willem? Ik kan die informatie... kan ik het niet zomaar met iemand aan delen. Het hoeft er maar op een kleinste manier van te gaan. Het hoeft maar bij de verkeerde persoon in handen te komen. En Roeveen is het een is vertrouwd, beste. De enige persoon waar jij het aan moet geven is de surgeon. Jullie willen Edward Enigma. We willen hem redden. We willen ervoor zorgen dat hij niet nog meer slachtoffers maakt. Dat. Beschermen tegen zichzelf.
Ik doe dan liever aan voorstellen om daar samen met de Surgeon samen te werken. Ik weet niet wat jij daarvan denkt. Volgens mij weten wij beide dat wij hartstikke veiliger zijn. Mm-hmm. Ik heb beschik over een vuurwapen. Ik had ook al gehoord van iemand dat jij een vuurwapen hebt. Geef hem alle info die hij nodig heeft. In een voorgeven gaat niet te lukken, maar ik kan wel met hem samenwerken. Ik kan samen met hem werken aan die genetische code eventueel. Bescherming heb je van ons. Precies. Je staat nu onder bescherming van de Willem Special Ops. Wat de... Jongens. Elhamdulillah. Wacht. Ik droom. Slaan me. Dat is Jezus. Jongens. Doei. Oké, we hebben de info. Ik wil even nu... Wat weten we nou? Nou ja, kijk, we gaan nu even ergens anders een deal afspreken. Maar het komt er wel op neer, hij heeft info, maar die wil hij niet zeggen. Hij heeft info en hij wil het dus van delen, maar hij moet samenwerken. Dat is zijn manier van doen. Ja, hij wil samenwerken met de Surgeon. Want wat is Jack Bone? Hij is professor of gewoon geleerde? Pas. Ja, jongens, we hebben een nieuwe locatie. We gaan hier even de garage in. Goed, waar gaan we heen? Diezelfde garage als waar wij 323 hadden. Ja, jongens, we hebben de locatie zoals ik al zei. Alleen nu staan we lekker hier onder de grond. Zijn we ook een beetje van die storm, want het is zo luid altijd, zo'n storm. Komt Emilio al aanrennen. En dan gaan we even kijken wat nou de deal is. Want het ging een beetje snel in de kerk. Ik heb het zelf niet helemaal goed kunnen volgen, want het was een beetje allemaal chaos. Er komt op een gegeven moment Jezus kan zelfs binnenlopen. Dus nu gaan we even kijken wat Jack Bone wil. Hij wil de informatie weggeven die we nodig hebben over Titan. Maar dat wil hij alleen doen in samenwerking met de Surgeon. Het ging niet helemaal lekker daar. Nee, Piet kan niet rijden, joh. Titan is eigenlijk een soort energy drink. Heel maar is het, wat is het? Is het drinken? Is het poeder? Is het pillen? Is het in een spuitje? Wat is het? Het is een spuitje. Spuitje. Het gaat rechtstreeks in je bloed. Ja, via een slagader in je nek. Kan Titan ook gewoon worden gebruikt als drugs waarvan je niet gek wordt? Is echt alleen een overdose, zeg maar, wat bijvoorbeeld nu met Mason mogelijk en met die weet ik veel wie allemaal gebeurd is. Is lastig te vertellen. Zou ik wat meer onderzoek naar moeten doen? Ieder persoon heeft er andere bijwerkingen. De stelling ook geeft aan Emilio. En Emilio krijgt die energiebooster voor de aankomende 48 uur. Maar ik geef het aan Willem. En Willem wordt gewoon psychisch gestort. Zoals het 323, omdat hij hersenschade oploopt. En het maakt niet uit hoeveel de hoeveelheid is. Dat maakt helemaal niet uit. Okay. Het maakt helemaal niks uit. En dat kan niet in de genen zitten. Nee, eigenlijk praktisch gezien niet. Ja. Maar jij weet hetzelfde als Peter Smit. 323. Ik heb zijn boekje... Op het moment dat ik hem aan het voert, heb ik zijn boekje gestolen. Hij heeft het er nog steeds niet doorgehad. Denk je dat we bij jou komen? Dat is je wel durft niet zomaar. Peter heeft het dus doorgehad. Maar 323 is er van niet. Ja, maar 323 heeft niks door. Heb jij niet 3 foto's doorgestuurd gekregen? Absoluut. Ik denk dat hier op de tafel mag gegooid worden, niet? Willem heeft van de Ritter een paar foto's binnengekregen. Foto's van bepaalde beesten. Ik zal eens wat doorsturen op de telefoon, beste plakkers. Stuur maar. Deze beesten zijn onder leiding van de Riddler. Mogelijk dus geïnfecteerd met Titan. Dat is die eerste die herken ik, Willem. Ja, dat is degene die het geld kwam. Dat is dus één van de die heb ik al meerdere interacties mee gehad, maar er zijn er dus nog 2. Rechtsboven staan dus plus en minpunten. Het zijn meerdere subjects. Die gast die dus echt geen drol kon, die is dus blijkbaar gewoon echt super slim. Echt intelligent. Ja. Hij is dus wel echt hij slimmer dan we niet denken. Praten. Hij kan gewoon niet praten. Speak en hij is sterk. Hij is ook heel sterk. Dan komen we bij het konijn. Dat konijn is gek, moordlustig, dat zei de Ritter. Hij is niet in staat normaal te praten, maar hij is wel in staat te praten. Hij kan praten, dus dat is al meer dan dat zombiefiguur. En zijn haar groeit snel aan, maar valt ook weer snel weg. Zoals een echt konijn. Okay. En hij is dierlijk. Dus het is gewoon een dodelijk konijn. Een beest. Het is gewoon echt een beest. Hij kan praten, bijna niet. Hij is helemaal gek. Veel te veel haar en gewoon echt beestachtig. Het is gewoon een dodelijk konijn. Okay. Dan komen we aan bij de derde. Dat is meer een persoon. Hij is volgens de Riddler het meest interessant. Oh jee. Hij is heel erg intelligent. Hij heeft geen speciale superkracht of iets dergelijks. Mm-hmm. Hij houdt ervan om mensen te vermoorden. En kan de Riddler verraden. Hij is dus gewoon zelfs naar de Riddler niet te vertrouwen. Denkt hij. Ja, might betray me, staat er. Er staat er ook nog, will write more detailed in a file. Dus dat er nog een extern bestand komt, of is mogelijk, met meer informatie over het laatste, over subject 3. Hij is de elite van de 3. Okay. Is dat niet een van die verlaten huizen in het noorden? Dat is een feit, ja. Maar dat is klopt, O'Neill's Mansion. Als daar die foto's zijn gemaakt, waarom gaan we daar niet te kijken? Daar is niks. Dat is te veel risico. Ja. Maar misschien ligt dat document daar. Ik weet niet of er meerdere mensen hier een vuurwapen heeft naast de Surgeon en ik. Ik hoef niet per se te weten wie even een vuurwapen heeft, maar we kunnen op z'n kijken sowieso. Met een vuurwapen. Maar ik stel voor dat Marcus je haalt zijn vuurwapen op, ja? Ja? 3 vuurwapens. En dan gaan we naar de locatie. Heb jij die poolkuur nog?
Absoluut, Willem heeft hem altijd bij zich. Ja. Heb jij squad? Okay. Represent. Represent me. Stel voor dat we allemaal even omwisselen van kleding en dat we absoluut. Oké, maar dan moet ik helemaal naar het noorden. Ga ik me ook omkleden. Ja. Bij mijn huis. Ja. Met wie kan Willem mee? Ja, juist heb je geen kleding. Willem, mee, Willem. Is goed. Als je in het noorden woont, kan ik toevallig ook met je mee. Ja, rij maar mee. Heer jongens, ik zit die bestanden uit te pakken en ik kijk naar die namen op mijn telefoon. Ja. De ene naam is Dev, daarna Twisty. En daarna Reflection. Oké, jongens, ik ga even mijn pistool ga ik pakken. Want we gaan even naar de locatie waar die foto's genomen zijn. Om te kijken of er nog meer informatie is. Want we hebben die info nodig natuurlijk. Kijk, hier hebben we hem. Hoppakee. Dus die doen we even in de achterzak. En dan gaan we kijken of daar documenten zijn. Waar we nog meer kunnen weten komen over die subject. Ik ben gewoon verliefd op je, Willem. Wat zie jij er? Ziet er goed uit, Willem. Echt een oorlogsveteraan mee. Wat is nou het plan? We gaan binnenvallen. We gaan naar die locatie. Ja, dan gaan we binnenvallen. Kijken of we farms kunnen vinden. Oké, daar zal dan gok ik niemand zijn, hoop ik. Daar gaan we vanuit. Maar wat willen we met die subjects? We gaan ze hunten. Hoezo? Maar hoezo is niet één van hun iemand die wij kennen? Het zijn creaties, zei die. Als er echt bij staat dat ze superkrachten hebben, zullen ze waarschijnlijk wel iets in vorm van Titan hebben. Ja, en zoals ik net zei, ze hebben namen dood, intelligent en nog geen. Reflection, dat was hem. Reflection, oké. Intelligence en Reflection. We gaan nu naar die locatie. Iedereen met getrokken wapens. We letten een beetje op. Ja. Als we binnen zijn, gaan we gewoon getrokken wapens doen. Absoluut. Ja, kijk, ik weet niet. Als we daar iets aantreffen, wat doen we dan? Schieten we dan? Of wat doen we? Ligt eraan. Wat willen we met de subjects doen? Informatie gaan ze niet geven. Ze kunnen niet praten. Ze kunnen letterlijk niet praten. Alleen die laatste misschien. Kijk, het ding is dus, ze zijn moordlustig. Dus ik denk oprecht dat ze gewoon heel de boel gaan opsteken. Ja. Dat ze gewoon echt gaan hakken als een malle. Dus als we dat krijgen, denk ik dat ik weet niet, misschien het been schieten als mogelijk is. Als het echt niet mogelijk is, gewoon door de kop en klaar. Maar, ja, moeten we wat de bloedafname doen. Okay, maar die gods zijn in de kelder gemaakt. Die subjects, zeg maar. We weten er zeker van dat geen van hun iemand is die wij kennen. Dat weten we niet, dat is het punt. Ik ga hier iets gooien, ja. Ja? De kans dat Mason leeft is weinig tot niks. De Riddler blooft heel vaak en de kans dat hij nu blooft is ook heel groot. Maar stel die zombie, hoe heet die? Ja, Death. Ja. Stel hij is Mason, bewijs van, hè? Even een theorie gewoon. Wat doen we dan als we hem zien? Hij valt ons aan. Moet ik dan uit zelfbescherming die gast op zijn kop schieten? Afwachten, kijk. We wachten af op een reactie. Er staat bij dat hij niet dodelijk is. Hij is highly intelligent, unable to speak and hij is hoog intelligent en zo, ja. Ja, het konijn zal ons meteen aanvallen. Ja, dat doen we. Ik weet niet, die misschien kan hij hem door zijn been schieten, flikkert hij op de grond, dan kunnen we zijn maas wegtrappen en dan kunnen we vasthouden. Ja, want dat kan. Want als hij dood is, is het niet slim. Heb jij iets in je huis liggen qua materiaal om vast te binden? Ik kan wel even kijken. Volgens mij heb ik al wat touw en zo. Even wat tijdriepjes of zo. Ik ga bij de buren lang. Ik pik wat of zo. Ja, tijdriepjes of zo. Heb ik wel. Stel dat er iemand staat. Daar kunnen we niet van uitgaan. Dat weet ik niet. Ja. Ja. Dan is het vuurwapens en dan is het in de knie schieten. Stel dat het eentje is. Eentje. Als het intelligent is. Als het intelligent is, schiet ik nog niet. Nee. Ik ga kijken wie het is. Ik anticipeer op de situatie als het konijn is en hij begint om af te rennen. Ja. Dan schiet ik met liefde door zijn kop. Ja. Ik weet niet, wie is hier nog iets van geneeskundige? Want de enige die we dan hebben is de surgeon. De surgeon. Ik heb officiële dokteruniversiteiten gedaan, dus in principe heb ik... Jij kan er ook wat van. Oké. Ik kan er ook wat van. Daar ga ik wel helemaal voorop, want dan ik ben het minst waardevol in die situatie. Makkers. Iedereen hier is waardevol. Laat maar. Nee, maar ik bedoel, als zij voorop staan, zij gaan neer, wie moet ons dan redden, weet je? Als ze kunnen zichzelf moeilijk redden. Ja, zo de belangrijke personen, zeg maar. Dat bedoel ik. Laten we er gaan nu. Hey, tank even. Plakkers. Ja. Zie je degene op dat rode motor? Ja, is dat... Dat is hem. Is dat Hitman? Hele benarde situatie. Wat deed hij hier, die Hitman? Weet hij dat wij hier zijn? Is dat toeval? Hé, wat gebeurt hier? Waarschijnlijk toeval. Toeval, hè? Dat gok ik. Jongens, wees op jullie hoede. Ja, we gaan gelijk door nu. Okay, daar gaan hij komt achter ons aan. Komt die Hitman achter ons aan? Ja. Is het dat boerenhuis? Ja. Oh, daar weet ik al welk het is. Yes, ETA, okay. 20 seconden. Hier zijn de foto's. Wij zijn er nog niet. We hebben die motor nog altijd achter ons aan. Hitman is natuurlijk Jerry, jongens. Dat is Jordi. Moet ik hem opbellen? Ja, doe maar. We weten toch wel wie het is. Willem hoopt eigenlijk niet op het konijn. Want dan zal Willem... Ja, maar we hebben ook kans dat er gewoon niemand is, hè? Ik heb net onze Hitman gebeld. Ja? Die vond het blijkbaar heel grappig dat hij er niet bij betrokken was. Ja, hij komt eraan. Dat is hem.
Hij vond het heel grappig. Ja, maar waarom rijdt hij hier, man? We zijn in totaal met 3 man. Ja. Marcus, Willem en Emilio zijn alfa-team. Jackie, Pieter en de Surgeon zijn beta-team. We vallen in van 2 kanten. We sluiten hem in. Precies. Ik stel voor, voordat we naar beneden gaan, dat we even... we doen eerst de hele bovenverdieping. Ja. Precies. Dan splitsen we gewoon aan 2 kanten op. Ja. Hou afstand. Hou je licht eraan ook. Wie blijft altijd bij iemand met een vuurwapen? Ga nooit in je eentje pad als je niks bij hebt. Want stel ze komen op je af en weet ik los. Dat je meer spierkracht hebt. 350% meer spierkrachten dan een bodybuilder. Ha. Drie keer als. Oké. Okay. Nee. Ik weet dan bijvoorbeeld die zombie, die heeft ook een vuurwapen. Dus hou er ook rekening mee. Iedereen met een wapen voorop, kom. Ja, ik ga voorop. Kijk, daar gaan we. Oké, komt ie. Ik ga naar binnen, oké? Ja, strap die deur in. Go. Achterop Willem. 2 teams. Oké, wie gaan naar boven? We moven gewoon samen. Oké. Speer. Ja. Niemand hier alleen. Hier ligt heel veel op de grond. Jongens, hier is de kelder. Wat doen we? Niet de kelder eerst, hè? Niet de kelder. Jezus, dat zijn allemaal organen lijken. Gadverdamme, inderdaad, dat valt me nu pas op. Allemaal licht... stukken bloed. Wat is dit, man? Dat zijn organen. Even door blijven moven, ja, kom. Ja, moven, jongens. Vuur wat afgetrokken. Okay, dus, wat is boven, Willem? Dit is Willem. Een mondkapje komen, ik weet het niet. Schrik me rot, man! Ik wil jij dit nooit meer doen. Zo, jongen. Ik heb zicht op Hitman, die staat hier buiten. Wat doet die Hitman hier nou? Vertrouw niet, man. Yo, dat is Jordi. Jordi staat daar gewoon te chillen. Onze Jack Bone, hij heeft super hoge abilities of zo. Ik weet het niet. Hij is echt gek, man. Ik denk dat ik iemand op beneden hoor lopen. Gaan we die kelder in? Oké, jongens. Kelder in. Heel rustig. Wacht even. Radio stilte, gaan erin. Allemaal bloed. Jongens, het is die laatste. Het is de Intelligent. Vuurwapen op zijn kop. Allemaal vuurwapens gekregen. Let op vuurlijnen. Goedendag, ik ben het de Jacobon. Ik waarschuw, ik heb een vuurwapen en ik zal hem niet te gebruiken. Ik leg hem weg voor u, begrijp? Heeft zijn wapen. Leg dat wapen weg. Ik zal hem voorstellen, ik ben een Jacobon en ik kom hier in een vrede. Leg dat wapen weg. Wij zijn hier puur en alleen om jou hier te komen helpen. Plakkers, als je richt, knal je. Ja, leg dat wapen weg. Richt is knallen. Heb ik het een genoegen. Als je richt, dan knalt hij. Doe dat wapen weg. Zo. Als jij niks doet, doen wij niks. Jullie spelen een heel gevaarlijk spelletje. Hoezo spelen wij zo'n gevaarlijk spelletje, als ik een vraag mag? Doe wat jullie moeten doen, laat mij gewoon met rust. Maar meneer, subject 3, als ik het correct te zeggen. Heb jij wel door wat er met jou gebeurt op het moment? Je bent hoogstwaarschijnlijk geantwoord en vervolgens geïnjecteerd met het middel Titan. Vrijwillig naar hem toegekomen. Vrijwillig? Maar waarom? Vinger staat echt op die knop, jongens. Ik ben zo ready. Edward Nigma is inderdaad een slim en inspirerend man. Maar dan weet je ook zijn echte naam. Dr. J. Leopard. Als ik het goed heb, of uit de boeken. Zal het moeten klappen dat zijn echte naam Dr. J. Leopard is en niet Edward Nigma. Zijn wapenpakt is hij dood. Volgens mij was hij zijn psycholoog. Iets lager, iets meer naar rechts. Ja. Waarom vind je Edward Nigma dan zo'n legende? Kijk wat hij heeft gedaan voor deze stad. Wij kunnen jou helpen en wij willen jou helpen. Wij proberen de stad te redden. Wij zien in dat Edward Nigma gevaarlijk is. En geen verstand wat deze mensen allemaal hebben gedaan. Maar wij zien op het moment in dat Edward Nigma foute keuzes maakt. Ik denk dat jullie een foute keuze maken. Als hij erachter komt, zijn jullie allemaal dood. Dan zijn wij allemaal dood. Als wij een foute keuze maken. Subject 3, luister. Wat wil jij van ons? Ik wil helemaal niks. Jullie zijn degene die hier naar binnen stormen. Dat klopt, want wij willen jou redden. Wij willen ervoor zorgen. Wij willen jouw ogen openen. Jouw prachtig mooie rode ogen. Dat jij hier nu bezig bent met hoogstwaarschijnlijke Titan. Terwijl dat niet zo nodig is. Terwijl jij een normale leven kan hebben. Normale leven? Kijk naar mijn fucking gezicht. Heb je mijn gezicht ooit gezien? Zie ik er prachtig uit? Nee, natuurlijk niet. Iedereen is op zijn eigen manier speciaal. Ik heb fucking rode ogen. Weet je hoe mooi dat is in Subject 3? Werkelijk waar. Hey. Shotgun. Doe het weg. Doe hem weg. Subject 3, luister. Doe dat ding weg. Dat is niet te verstandig. Hij moet hier we kunnen hier uit komen. Het enige wat wij nodig hebben is om jou te redden, is informatie over Edward Nigma. Wie is het? Waar kunnen wij hem vinden? En hoe kunnen wij hem het makkelijkste pakken? Wij hebben te horen gekregen dat jij ons mogelijk zal verraden. En wat hebben wij van u nodig? Ik zal hem verraden. Dat te zeggen. Nee, jong. Dan doe dat wapen weg. Dat te denkt hij. Wij willen aan jou duidelijker maken dat Edward Nigma een slechte man is. Hij gebruikt je. Het moment dat hij richting je bos komt. En daar willen wij jou van redden. Mogen wij jou alsjeblieft helpen? Voordat ik geboren werd, heeft mijn moeder, die werkt in een fabriek, met
chemische substanties. Dus ik was wel vergiftig voordat ik überhaupt voetstreden in deze wereld. Edward heeft me iets geboden wat ik niet kan afwijzen. En dat is? Vrijheid. Maar voel jij inderdaad wat Willem zegt? Voel jij hier wel echt vrij? Je zit hier in een chemische kern om te werken. Ik heb mijn hele eigen agenda. Okay, maar... En hoe jullie het aanpakken, dat is niet hoe je hem neer gaat halen. Maar hoe dan wel? Edward Nygma vertrouwt jou geen eens al volledig. Want probeer ons te vertrouwen. Waarom zou hij anders op een foto zetten dat jij hem waarschijnlijk eerder zal verraden dan de andere twee subjects? Je liegt. Ik lieg er niet, dus moet ik je die foto laten zien? Laat het zien. Het is zo. Schuif hem over de grond. Schuif Subject de foto nummer over drie. De grond. Hij geeft Jack niet zoveel om jou als jij om hem. Ik geef die telefoon. Blijf wel op afstand. Schuif het over de grond. Ik kan het, Jackie. Koop je wel een nieuwe telefoon. Schuif hem maar gewoon over de grond. Alsjeblieft. Het is zo. Geloof het of niet. Zie je de anderste regel? Hij zal meer over jou gaan schrijven in een file. Ik lieg er niet. Willem, jij had die foto's erdoor gestuurd gekregen. Ja, absoluut. Jongens, rustig. Doe dat geef wapen hem, weg. Geef hem even rust. Geef hem even rust. Subject 3. Nee. De kamer uit! Hey, Rustig. Niks doen. Nu weg hier. We gaan weg hier. We hebben info. Hé, maar jongens, hij richtte, maar ik wilde niet schieten. Want hij kwam niet over alsof hij zou schieten. Hij kwam niet over alsof hij zou schieten. Let's go, naar de auto's. Ik ben blij dat we hem in leven hebben gelaten. Waar is Marcus, de auto, kan... Marcus? Ja. Is het een idee als ik mijn vuurwapen eventueel even aan, misschien Emilio geef, en dat ik dan heel even zelf in mijn eentje naar binnen ga om te kijken of ik rustig met hem kan praten. Het enige wat ik nodig heb is die telefoon van Will. Ja, het kwam inderdaad niet over hij richten, maar het kwam niet over alsof hij zou schieten. Als Emilio in het gesprek zou schieten... Ho. Wat? Als we nu hem naar binnen laten gaan... Ja, maar dan staan we stand-by. Kijk. Hij staat daar! Niet zo stressen! Verspreid vuurwapensgericht! Ja. Ik ga naar hem toe! Vuurlijnen! Hou je stem op hoog! Subject 3! Hoor je mij? Ik trek dat vuurwapen! Wat is jouw naam als ik hem mag vragen? Dat praat misschien wat makkelijker dan het woord subject, oftewel oefenpersoon. Je had het over dat je vrijheid wilt, maar hoe kunnen we je ook een vrijheid aanbieden zoals je wilt? Je mag niemands persoon zijn, je moet je eigen persoon zijn. Je hebt je eigen agenda, dat is het perfecte. Je zei dat ik mijn eigen man kon zijn, toch? Zeker weten. Weet je wat hij mij heeft opgedragen? Geen idee. Om niemand van jullie te vermoorden. Niemand. Pas op, hij wil zijn eigen man zijn, pas op. Om je eigen mannen te kunnen zijn en niet gevangen genomen te worden door Edward, want Edward is een slimme man. Moeten we hem eerst zien uit te schakelen en daar hebben we jou voor nodig, jouw kennis. En al wil jij mij daarna vermoorden, dan schiet je mij door mijn hoofd heen. Maar eerst moeten we Edward Nygma doodmaken of uitschakelen, zodat hij jou niet de gevangen kan maken. Dat is de eerste stap. Naar jouw vrijheid. Denk heel even kort erna. Alles jij... Het enige doel wat jullie hebben is voor jullie eigen. Ik ben Italiaan en ik ben oprecht. Dat heb ik altijd van mijn ouders geleerd. Mijn wijsvinger gaat zo van het schieten. Is dat echt ik wil het beste voor de mens. Leg hem alsjeblieft op je te grond neer. Het maakt het praten makkelijker dan leggen de mensen hier achter mij je vuurwapen ook weg. Ik wil het de beste voor jou. Hey. Nee. Niet schieten. Hij wilde schieten. Wat was dit, jongen? Rennen. Klakkers, we gaan. Ja, ik ben onderweg. Instappen. Ready point, grapesheet. Grapesheet airport. We meeten zo. Gast, hij schoot in... Hij heeft twee keer op het punt, geschoten. Of één keer geschoten en één keer heeft hij gericht. Maar allebei de keren was ik ervan overtuigd dat hij niet op ons schieten. Hij wil het niet. Hij is in de war. Hij is helemaal de weg kwijt. Waar gaan wij? Naar rechts. We gaan naar rechts. We gaan naar rechts. Kom minder vandaan. Oh mijn god. Kan al die tunnel of houtzaag rennen. Jongens, hij zei letterlijk dat de Riddler hem de opdracht had gegeven ons niet dood te maken. Ja, maar we hebben hem nu al zijn eigen... Hij wil zijn eigen leven. Ga rechtdoor. Hij wil zijn eigen leven leiden. Waar komen we samen? We gaan nu een beetje... we kunnen naar het noorden helemaal. Van de stad. Ja, Gapalito. Maar hij wil zijn eigen leven leiden. Dus op het moment dat hij zei... Ik denk dat zijn intentie van het gesprek was... De Riddler wil dat ik niemand vermoord. Jullie willen dat ik mijn eigen leven leid. Dan was ik wel een van jullie vermoord, weet je? Ja. Mijn vinger stond te trillen toen hij dat zei. Maar is het niet beter dat we hem juist wel moesten neerschieten? Ik denk het niet in ieder geval, maar... Nee. Hij is degene met de meeste info. En hij twijfelt nu al. Je hoorde het in zijn stem. Hij was aan het twijfelen. We moeten hem overtuigen. We moeten hem overtuigen. Die andere twee kunnen we denk ik niet overtuigen. Ik denk dat dit de enige is die we mogelijk kunnen overtuigen. Om meer dat wij meer te weten komen over de Riddler. Precies. En dat gaan we doen.
enige is dat wij geen bloed hebben nu. Oh nee? Hebben wij bloed? Wat denk je? Willem heeft het ondertussen lekker verzameld. Van die kamer daar? Ja, van wat er lag beneden. Ja, dat vieze geheim, maar was het bloed van hem? Niet van hem. Wel van wat er op de kamer. Maar je hebt wel wat in je zak gestopt. Absoluut. Hebben we dossiers gevonden ook? Geen dossiers. Enkel geen drugs. Papieren? Nee, enkel drugs. Drugs gevonden. Okay. Ga eens af. Man, ik wilde hem echt elk moment door zijn kop schieten. Het had me echt te veel. Ik zag je trillen. Het had niet slim geweest. Nee, het is dat jullie zeiden niet doen. Ik heb meegekregen dat hij gewoon rustig over het weiland aan het wandelen is. Maar we kunnen hem toch mee... Ja, kut. Hij heeft een vuurwapen. De politie die komt toch ook die kant op? Hij heeft een vuurwapen. Politie komt die kant op. Het ding is... Hij is de lul. Ik krijg net hier in de voertuig te horen dat de nummer 3, de subject 3, rustig over de weiland aan het lopen is. Het is een gevaarlijke missie, maar de politie zal zo direct daar komen. Ja. Maar misschien is het te slim om subject 3 op te halen en hem veilig te stellen van de politie voordat alles er misgaat. Dan moeten we nu handelen. Dat is nu omdraaien. Ja, nee, dan gaan we door. Nou, door, over de snelweg. Oh, je wordt vervolgd. Max, waarom doe je dat altijd? Hey, jongens, deze opnames die worden vervolgd omdat ze nog niet helemaal compleet zijn. Er wordt nog van alles opgenomen en anders worden de opnames ook gewoon echt te lang. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen waarderen. Vergeet zeker even niet te abonneren. Comment even wat jij denkt dat er gaat gebeuren. We gaan terug voor Subject 3. We gaan hem ophalen uit de weilanden. Maar zijn wij er eerder dan de politie? Gaan we dit voor elkaar krijgen? Zie het in de volgende video. Denk ik. Dat klinkt gewoon best logisch eigenlijk.